Hey Blokkie Gamers en welkom bij een keer weer Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ik dacht laat ik dit spelletje weer eens een keertje gaan opnemen en natuurlijk spelen. We zijn vandaag in Amsterdam. De vorige keer waren wij eigenlijk in Londen, maar ik ben terug verhuisd naar Amsterdam, omdat het toch net iets makkelijker is. Maar we gaan eens eventjes kijken of er een vrachtje voor ons klaar staat. We zijn natuurlijk in Amsterdam. We zouden naar Keulen kunnen gaan. Zijn we eigenlijk al een keertje geweest. Luxemburg zijn we ook al een keertje geweest. Dortmund zijn we nog niet geweest. Ik denk dat we die gaan. En het is 18 ton, dat is best veel. Want zo'n sterke vrachtwagen hebben we nog niet. Wat hebben we nog meer? Osnabrück. Ben ik ook al een keertje geweest. We doen hier gewoon van Kwark. Die nemen we gewoon. Voordat men weg wil rijden, moeten we natuurlijk eerst de motor starten, want anders kom je natuurlijk nergens. En voor degene die zich ook afvragen van, Lars, speel je met een stuur? Ja, ik speel met een stuur. Zo, oh, dat was iets te snel. Ga nou eerst eventjes onze vracht ophalen. Waar is de uitgang? Daar is de uitgang. Hier links. Amsterdam is altijd hartstikke druk. Ik hoop dat jullie mij een beetje goed verstaan, want ik kan niet dichter bij de microfoon. Want, omdat ik het stuur voor me heb, gaat dat niet zo makkelijk. Ik kan hem wel ietsjes draaien. Misschien dat dat zo beter is. Maar goed, we gaan vandaag dus naar Dortmund, was het toch? Je hebt op dit moment geen... Oh, nou. Waar moeten wij naartoe dan? Daar. Dan mogen hier maar 50 km per uur. En er brandt trouwens een waarschuwingslampje, zie ik. Van de banden is dat, geloof ik. Maar ja, oh, even een beetje een lagspike. Hier moeten wij onze vracht ophalen. Hoep, remmen, enter. En die nemen we. Waar is die? Daar is die. En dit is namelijk, het is namelijk ook sneeuw in multiplayer. Wat trouwens best heel gaaf is, bedenk ik me. Tenminste, ik vind het hartstikke gaaf. Dan gaan we in de spiegels kijken natuurlijk. Ik zat hem niet recht voor, maar hij accepteert hem wel. Zo. En dan hebben we 18 ton op onze kont zitten. En dan gaan wij op weg naar Dortmund, was het, hè? Dortmund. Op weg naar Dortmund. Nee, maar ik heb het spelletje al wel weer een tijdje geleden niet gespeeld. Of tenminste, ik heb het wel gespeeld, maar ik heb het niet opgenomen. Ik dacht, nou, een keer een extra video op maandag is ook wel een keertje leuk. Hebben jullie ook weer een keer wat kijken. Dus vandaag spelen wij dus Euro Truck Simulator 2. En ik hoop echt dat jullie mij goed verstaan, want zoals ik al zei, ik kan niet dichter bij de microfoon hoe ik nu zit. Please, schaap groen. Rem! Of krijgen we een boete omdat we door rood rijden. Waar ik eigenlijk voor wil zorgen is dat wij chauffeurs krijgen, want daar krijgen we namelijk geld van. We hebben maar 48.000 euro, dat is niet veel. En we hebben trouwens ook een beetje schade aan onze vrachtwagen. Niet dat dat heel erg is, maar ik heb wel een keertje gehad, toen was er zo'n lagspike dat ik iemand vol achterin knalde. En toen had ik gewoon meteen 46% schade, of 60% schade, in ieder geval heel veel. En toen werd de motor gewoon te heet en toen deed hij het niet meer. Toen had ik geen zin meer. Tik, 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 dank u. Er komt niemand aan. Heel mooi. Ja, we hebben niet zo'n hele sterke vrachtwagen, dus hij trekt het nog niet zo heel gauw. Zo. Dan ga ik eventjes een stukje rijden. En als ik weer iets tegenkom of iets dergelijks, dan kom ik uiteraard bij jullie terug. We gaan nou de snelweg op en dan gaan wij gassen. Nou, we zijn nou al een stukje onderweg. Ik kan wel merken aan deze vrachtwagen dat de banden een heel stuk meer geluid maken dan mijn andere... Andere account, want daar ben ik al level 27 of zoiets. En daar heb ik ook in één keer, had ik in één keer 4 miljoen euro. Geen idee hoe, maar dat kreeg ik er gewoon bij. Maar we rijden ondertussen, rijden we... Oh, ik moet hier naartoe, wel opletten Lars. Ondertussen rijden we bijna 90 km per uur. Dan moet je wel oppassen, want als je één verkeerde stuurbeweging maakt, dan lig je op je zij en dan kun je gedag zeggen tegen je vracht. En dan gaat dan al je geld. En dan moet je 12.000 euro betalen. Als je...
cancelt natuurlijk, anders krijg je helemaal geen geld. Dus ja. Voor de mensen die zich afvragen wat voor stuur ik heb de Logitech Wingman Formula Force GP. Dat is gewoon een heel standaard stuurtje. Het liefst had ik eigenlijk de Logitech G25 of de Logitech G27 hebben, zodat je ook zelf kan schakelen. Maar ja, die heb ik helaas niet. Ik heb de vrachtwagen nu op cruise control, kun je ook op het dashboard zien, 90 km per uur staat hij. En ik ben net ingehaald door een vent. Gelukkig dat hij niet tegen me aanknalde of iets dergelijks, want dat krijg je ook wel eens. Dat mensen aan de kloten zijn en dat ze gewoon tegen je aanknallen en dat ze dat leuk vinden. Dat is heel vervelend. En als we op tab drukken, dan kunnen we dus zien, nou, Blocky Games, dat ben ik natuurlijk. En we kunnen dus ook zien dat er nou eentje onderweg is. Fasciat 28. Ik denk dat die, ja, daar is die al. Dan gaan we eens even tuteren en kijken of die terug tutert. Ik heb nog geen gashoorn. Dus we gaan eens kijken of hij reageert. Maar hij staat stil. Gaan we eens kijken. Tut. Dat is altijd wel leuk in multiplayer. Dat je elkaar, elkaar tegemoet klaksoneert, zeg maar. Zo. Nee, maar dit is gewoon een heerlijk relaxed spelletje. Je hoeft je nergens druk om te maken. Dat is gewoon heerlijk. Ik heb nog geen gashoorn, dus ik kan er niks. Want we moeten gewoon proberen, want ik heb ook 3 leningen lopen, zag ik blijkbaar. Allemaal voor 100.000 euro, dus 300.000 euro lening. En dan moet ik allemaal terugbetalen. Maar ja, het voordeel is, in multiplayer, dan gaat de tijd niet zo snel. En in multiplayer kun je ook de tijd niet aanpassen. Het is hoe de tijd in de server is, zo laat is het. Je kunt er niks aan veranderen. Dus vandaar, het is nou donker helaas. Het is wat minder fijn om te zien op YouTube. Maar goed, ik kan er niks aan doen. Kijk of je toetert. Niet. Nou, ik zie dat we daar een afslag hebben. Dan gaan we even een stukje vooruit. En als we bij die afslag zijn, dan kom ik bij jullie terug. Zo, hier is de afslag. Op dit stuk van de weg ben ik ook nog niet geweest. Stukje remmen. Ik had niks aan. Heel goed. Dan nemen we de afslag. Klein beetje remmen, want dit is namelijk best smal. Nou, vol gas, want onze Volvo heeft ja niet zoveel pk. Dus het kan best zijn dat we heel langzaam de heuvel op gaan. Zoals nu. Helaas. Nou, komen we nog meer mensen aan. Hier links afslaan. Ja, ik moet wachten, want er komt namelijk iemand aan. Ja, dat is ook fijn hoor, in die update. Dat je kunt zien waar de mensen rijden. Aan die bolletjes. Dat is wel handig. Zo, en nou weer vol gas. Groot licht erop. Want anders zien we niet zo heel veel. Dus let's go. En hier is de grensovergang van Nederland naar Duitsland. We zijn in Duitsland aangekomen. We moeten nu nog, als je rechts onderin kijkt, moeten we nu nog 123 kilometer en 2 uur rijden. En dat is niet zo heel veel. Dus ik denk dat we er met... Hoe lang ben ik nog bezig? Ik ben nog 11 minuten. Ik denk dat we er ongeveer met 10 minuutjes wel zijn. Misschien nog wel eerder. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik moet ook nog, wat ik soms wel eens vergeet, dan ben ik aan het rijden en dan vergeet ik om mijn thumbnail te maken. En dan kan ik alles opnieuw doen. En dat is niet de bedoeling. Dus ik denk dat ik hier eventjes een thumbnail ga maken, want hier is niemand. Hoe doe ik alarmlichten? Want ik zit aan de zijkant van de weg. Ja, ik moet eerst... Heel gewoon moet ik het aanpassen, want anders worden de mensen boos. Ja, dat klopt. Alarmlichten, dat is die. Nummer 2. Kijk, dat doen we nou zo. En drukken we op die. Het wordt niet zo'n hele mooie thumbnail als ik heel eerlijk ben. Maar het is gewoon te donker. Het is te donker. Dan moeten we wachten totdat we in Dortmund zijn. Dan doen we dat. Die. Ik dacht, dan laat ik jullie zien hoe ik een thumbnail maak. Maar ja, dat is dus niet doorgegaan. Dus we moeten wachten tot we in Dortmund zijn. Want dit is veel te donker voor een thumbnail.
Helaas, want als we op het terrein zijn, dan is daar namelijk licht en dan kan ik daar een screenshot maken. Dus let's go to Dortmund. En hier gaan we weer de snelweg op, zoals je ziet. Er staat ook op het bord aangegeven Dortmund. En boven ons rijdt iemand. Ik moet dat goede licht uitzetten. Bochtje om. Oh, dat ging een beetje hard. Oh, is. Oh. Ik ging iets uit de bocht door. Shit. Maar gelukkig hebben we geen schade aan onze trailer. Als we schade aan onze trailer hebben, dan hebben wij een probleem. Want dan gaat er van ons loon af, zeg maar. We hebben nou 1% schade erbij gekregen op onze vrachtwagen. Ik ging iets te hard de bocht door. Nou. Soms heb je dat, hè? Maar ja, eigenlijk moet dat niet. Want ik wil dit spel namelijk zo realistisch mogelijk spelen. En dat doe ik ook altijd wel. Maar ja. Dus ik ging gewoon iets te hard de bocht door. En dan zie je wat er gebeurt als je te hard reed. Dan krijg je dit soort mankementen. We moeten ook nog 70 kilometer rijden. Dus ik ga nog eventjes een klein stukje door. Hier rechts is ook iemand bij het tankstation. Want we moeten eerst een beetje op snelheid komen. Maar als je de hele video kijkt, ja, dan is dat natuurlijk ook niet zo heel leuk. Dus onderweg naar Dortmund. En hier is de afslag naar Dortmund. Laten we die afslag maar eens eventjes nemen. Wel wat meer remmen. Want gaat het weer fout, net als de vorige keer. Goed licht eventjes uit, want anders verblind ik mezelf. Dat is ook niet de bedoeling. Afslag nemen, zo. En weer gas intrappen, huppakee. Daar is ook weer iemand, zoals je ziet. Kijken of hij ook weer gaat tuteren. Ik denk het haast wel, maar we zullen zien. Of niet. Of niet. Nog 20 kilometer te gaan. Ik kom hier Dortmund binnen en er zijn een paar gekken die gewoon midden op de weg gaan rijden. Stelletjes sukkels. Het ging net goed, want ze knalden bijna tegen mij aan. Maar goed, we zijn al in Dortmund aangekomen en daar is onze eindbestemming. Dan gaan we hier zo meteen rechts, maar dat ging echt net goed. Want ik heb de opname namelijk net weer aangezet. Dus ik heb dat helaas niet op de opname staan. Zo. En dan gaan we hier parkeren. Wordt ook nog lastig, trouwens. Even kijken. Dan moeten we eerst. Oh, we moeten achteruit. Ja, ik ben niet zo heel goed in achteruit parkeren hoor. Bill Harry. Als je gewoon rustig aanrijdt, dan komt het allemaal goed. Wow, wat was dat? Hij accepteerde een job. Even er ietsjes rechtervoor staan. Ja, dit is echt allemaal een bultherrie, omdat iedereen bezig is. Niet eens of hij hem accepteert. Ja, hij accepteert een beetje scheef, maar goed. Opdracht voltooid. Geweldig. 6.300, 283. En we krijgen 6.000 euro erbij. Hoe goed is die? Level 4 ben ik hier. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan eens eventjes kijken of wij onze vrachtwagen een beetje op kunnen pimpen. En we hebben natuurlijk weer rood stoplicht. Ik wil het niet nog een keertje hebben dat we een boete krijgen omdat we door rood licht rijden. Dat is niet de bedoeling. Dus gaan we eventjes wachten. In multiplayer duurt het altijd ontzettend lang. Oh, deze keer valt meer. Zo. En daar is de workshop, dus daar kunnen we eventjes onze vrachtwagen. En hier is de werkplaats waar we onze vrachtwagen eventjes kunnen pimpen en uiteraard ook kunnen repareren. Dat is ook heel belangrijk. Ja, hier in die dingen kun je door elkaar heen rijden. Eigenlijk een beetje nep is, maar goed. 4.000 euro om te repareren. Upgrade winkel.
Wat voor motor hebben we er eigenlijk in zitten? 540 pk. Dat is niet veel. Versnellingsbak. Dat hoeft ook nog niet. Binnenin. Hoeft ook nog niet. We doen een paar extra lampjes. Moet wel opletten hoeveel dit allemaal gaat kosten natuurlijk. Doe gewoon de goedkoopste. Zo, en op het dak natuurlijk ook nog. Een gashoorn. Die. En die. En die. En die. En die. Dan gaat dit ons al 15.000 euro kosten. Om een beetje lichtjes erop te doen. Maar ja, ik vind het goed zo hoor. Dan gaan we eerst eventjes alles eventjes aanzetten. We moeten natuurlijk wel weer eerst de motor starten, want anders komt ook nergens. Dan gaan we eventjes hier staan en dan gaan we eens eventjes een thumbnail maken. Met de grote lichten natuurlijk aan. Hieronder. Zo. En dan moeten we dat eventjes allemaal aanpassen. Parkeerlicht. Dimlicht. Groot licht. Extra licht aan de voorkant. Dak extra. Extra licht aan de voorkant. Kijk, en als we nou zo kijken. Pimp mijn vrachtwagen. En dan ga ik hier eventjes een thumbnailtje van maken. Kijk, hoe is dat mooiste? Screenshot opgeslagen. Nou, gewoon in de cabine, want het is hier ontzettend lawaaiig. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. Het ging niet echt geweldig hoe ik het eigenlijk had verwacht, want ik knalde van de weg af. En ik nam een verkeerde afslag zowat. Dus dat ging niet helemaal goed. Maar ja, ik heb het spel hier al een tijdje niet meer gespeeld. Dus ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. Als jullie dit natuurlijk een leuke video vonden, zouden jullie dan het willen belonen met een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden of in de intro. Zometeen rechts onderin. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!